Goedemorgen, welkom bij de Mandela Academie. Donderdag 27 april, Koningsdag. Ik hoop dat er mensen zijn die toch ondanks Koningsdag intunen vandaag. Want ik denk iedereen gaat naar buiten, iedereen gaat leuke dingen doen. Maar ik realiseerde me ook, er zijn ook mensen die niet naar buiten gaan en leuke dingen doen. Er zijn ook veel Belgische kijkers. Dus ben je er wel? Laat het even weten. Vind ik gezellig. Ik verwacht geen grote drukte vandaag. Maar wie weet word ik nog verrast en wordt het toch ontzettend gezellig druk. Bovendien vind ik het ook fijn. Mensen kijken ook vaak terug. Dus ik denk, ik ga gewoon live. Ik zie wel wie er is. En anders kijkt iedereen maar lekker in de herhaling. Ik heb natuurlijk wel een klein beetje het thema aangepast. Hey, Bertina is binnen. Dat is gezellig. Goedemorgen, leuk dat je er bent. Ik dacht, we gaan vandaag linten tekenen. Ik kwam namelijk ik heb zo'n plakboek. Goedemorgen, Emmeke. Roelie, hi. Suzanne, goedemorgen. Ah, kijk, we zijn toch met veel. Dat vind ik gezellig. Annemie, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Lucia, nou, valt helemaal niet tegen. Lia, goedemorgen. Gaan jullie allemaal pas vanmiddag Koningsdag vieren? Niemand op een kleedje in de kou met kinderspeelgoed en of gewoon de kinderen gedropt en lekker naar huis gegaan en zegt, ik ga de hele dag mandala tekenen. Dat kan natuurlijk ook. Wat ik wilde vertellen is, ik hou dus knipsels bij, hè, met inspiratie. Tuurlijk, het kan allemaal digitaal. Ik heb ook Pinterest en voor inspiratie. Maar soms kom je in een tijdschrift iets tegen en denk je, hey. Alleen vermeld ik er niet altijd de bron bij. Dus ik kwam deze tegen, die ik ooit uit een tijdschrift heb gescheurd. Maar er staat dus nergens van wie die is of waar ik hem uit heb. Dat weet ik niet meer. Maar ik dacht, hoe leuk zijn oranje linten? Tegelijkertijd weet ik ook hoe moeilijk sommige mensen het vinden om zo'n lint te tekenen. Dan denk je, ja, is toch gewoon een streepje? Nou, er zit een heel trucje achter. En van de trucjes ben ik en trucjes kan ik je leren. Goedemorgen Leni, Caroline, leuk dat je erbij bent. Nou, valt helemaal niet tegen. Wat gezellig. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, Koningsdag Mandela Live. dus we gaan linten tekenen straks. Ik ga het je stap voor stap laten zien. Deze manier en deze manier. Het zijn twee verschillende manieren die ik zelf ooit heb geleerd. En ik ga ze bij jou overbrengen. Dus leuk hoe je ze vervolgens in een mandala doet. Ja, dat laat ik dan helemaal aan jou. Ik doe dus geen mandala voor. Ik ga linten tekenen. En nou ja, deze kwam ik dan dus ergens tegen in mijn plakboek. En die heeft mij geïnspireerd om jou die linten te laten zien. Wie weet, heb je er wat aan? Vind je deze ook leuk? Tamara, goedemorgen. Ja, een vrije dag. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Mensen hebben nu ineens vrij en kunnen daardoor live meekijken. Dat heb ik me dan weer niet gerealiseerd. Maar eerst het putdeksel. Hoe vond je die dan? Ik was echt, ik denk, nou weet je, het is een cirkeltje, daaromheen een paar grote druppels, that's it. Eens kijken wat men ermee kan. Nou, men kon er een heleboel mee. Jee, wat echt. En niet alleen mijn putdeksel, nou ja, mijn putdeksel, het putdeksel dat ik op de foto heb gezet, was inspiratie. Er zijn mensen die hebben putdeksels uit Rome, Vaticaanstad, Budapest, Side. Ik weet het allemaal niet meer. Er kwamen putdeksels van door heel Europa kwamen langs die getekend zijn. En dat vind ik dan dus heel leuk. Dus zoiets functioneel en normaal gesproken, waar ik eigenlijk aan voorbij loop en meestal zelfs onogelijk vind, een putdeksel, heeft geleid tot de mooiste tekeningen. En ik wil je er een paar laten zien. Waarvan ik dacht, hey, daar kan ik wat bij vertellen. Dat inspireert anderen misschien ook weer. Dus ik ga ze er heel even bij pakken. Jenny, goedemorgen. Hetty, vanuit Siede. Ben je op vakantie? Dat ligt toch in Turkije? Of ben ik nou zo ontzettend in de war? Laat me eens weten. Misschien is mijn topografische kennis nog slechter dan ik al dacht. Eens even zien. We gaan naar de putdekselmandala's die jullie hebben getekend. Jeanette, gezellig dat je er live bij bent ook. Ja, vind ik leuk. Eens even zien. De mandala maandag. Want dat is waar jullie in reacties natuurlijk al die prachtige tekeningen zetten. Anneliese, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Dus ik ga ze eens even opstarten. En dan ga ik je er een paar laten zien. En dan wilde ik beginnen met die van Roelie. Want die heeft echt heel veel elementen erin verwerkt. Ja, het klopt. Zie, er ligt in Turkije. Kijk. Oh, ik hoop dat die een beetje duidelijk is. Want het is een beetje een donkere foto. Nou, ik kom niet heel goed over, denk ik. Maar zij heeft daarin onder andere de bubbels verwerkt. Hier, en ze heeft er
hoe heet het, een Keltisch randje in verwerkt. Ze heeft hier een mooie rand gemaakt. Ze heeft er dus heel veel dingen in gestopt. En dat vond ik ontzettend leuk. Anne zegt het beeld loopt vast. Nou, dan kan je me nu niet horen. Maar andere mensen, als je dat ooit hebt, start heel even de app opnieuw op. Dus dat is die van Roelie. Dan wilde ik die van Ching Un laten zien. Die schreef van oud putdeksel naar modern kerkraam. En ze schrijft er ook bij, voor mij rechtsom, want van linksom werd ik een beetje raar in mijn hoofd. Nou, dat is natuurlijk ook wat ik al zei in de video, wat ik ook last van had. Dus herkenbaar. Maar hoe een putdeksel ineens een kerkraam kan worden. En hoe ronde vormen, als ze punten gemaakt worden, zo anders zijn. Lijnen laten staan. Ik bedoel, deze opzet is helemaal niet ingewikkeld, maar je moet er maar opkomen. En dat is natuurlijk die creativiteit. Dat is naarmate je meer tekent, naarmate je creatiever wordt. Dat is hoe dan dingen gaan rollen, hè? Maria voor het eerst live erbij. Nou, welkom Chantal. Goedemorgen. Leuk dat je er weer bent. Ik kan me vergissen, maar voor mijn gevoel heb ik een poosje niet gezien, Chantal. Ik hoop dat alles goed met je is. Die van Lucia. Die heeft de basisvorm echt laten staan, hè? Dus die druppels, die paisleys. En die is ze helemaal in gaan tangelen met allerlei kleuren. En die heeft er echt ontzettend veel werk van gemaakt. Heeft hem heel erg mooi getekend. Goedemorgen Renate, leuk. Even zien. Dan Manja, geïnspireerd door het weer vliegende putdeksels. Nou, ik vond het alleen al heel leuk, en dat zag ik later bij meer mensen, dat ruitjespatronen achter. Want dat zie je natuurlijk veel bij putdeksels. Nou, dan heeft ze hier zo'n blazend wolkje. En ze heeft van die paisleys heeft ze bladeren, of veren misschien. Ik denk veren gemaakt. Ontzettend leuk bedacht. Vind ik dus zo grappig. Je geeft een basisvorm. En iedereen zijn hoofd werkt anders. Iedereen zijn creativiteit werkt anders. En hop, daar gaan ze. Nou ja, ik zei al, hè, ze kwamen overal vandaan. Dit is een putdeksel van Benedicte uit Rome. Het is toch geweldig. Ik vind die vorm echt ook heel leuk. Er zit wel beweging in die kant op. En dan ook die statische ruitjes vormen erin. Bizar. Eens even zien. Dan had ik ook nog die van Carolien. Die zag er weer dieren in. Die heeft er dolfijnen van gemaakt. Goedemorgen Maria. Beetje laat, maar ik ben er eens een keer. Nou, laat maakt helemaal niet uit. Karin is erbij, ook gezellig. Ik ben net de tekening van Carolien aan het laten zien aan de hand van een putdeksel. En er zijn allemaal dolfijntjes uitgekomen. En de dolfijnenenergie is een hele fijne energie. Heel speels, heel kind. Dus misschien heb je dat ook gevoeld terwijl je tekende. Zou zomaar kunnen. Die van Karin vind ik ook bijzonder. Om een andere reden. Zij heeft hier nog die basisvorm staan. Hè, die druppel. En normaal als je dan deze vormen eromheen tekent. Als je alleen de buitenrand kijkt. Is het eigenlijk een statische tekening. Er zit geen beweging in. Maar ze heeft het op de een of andere manier voor elkaar gekregen. Dat deze vorm er bovenop lijkt te liggen. Waardoor toch die beweging er nog in zit. Nou, dat vind ik gewoon heel erg knap. En los daarvan vind ik het een hele mooie tekening. Goedemorgen Sonja. Net vers van de fysio. Nou, zet een kop koffie, blijf lekker kijken. Mam, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent weer. Kijk, dat was die van Karin. Marjolein. Marjolein schrijft bij haar tekening dat ze moeite heeft. En ik zei al tegen haar, dat ga ik je uitleggen. Ze heeft moeite met het gelijkhouden van grotere vormen. Ik teken het liefst zoveel mogelijk uit de hand. Dat je moeite hebt met grotere vormen is niet zo gek. Ik zal even de mandala laten zien waar het om gaat. Nou vind ik sowieso, ik zie geen ongelijkenis, hè. Dus wat dat betreft, ik vind ze allemaal prima. Maar als je daar moeite mee hebt, dat klopt. In een mandala is het midden van je tekening je nu. Je kern, je navelstreng, dat waar jij staat. Het midden van de mandala. Als je dan gaat tekenen en je tekent kleine vormpjes, hoe dichter bij het midden, hoe gemakkelijker de vormpjes uit je potlood vloeien. En ik doe het nu even heel zwart-wit, want ongetwijfeld geldt het niet voor iedereen. Maar dit is dan zeg maar de algemene reden. En als je verder van dat midden afgaat en je vormen maak je groter, dan ga je dus eigenlijk steeds verder van jezelf af. En hoe verder je ook in het dagelijks leven van jezelf afgaat, hoe moeilijker het is. Daarom is het altijd belangrijk dicht bij jezelf te blijven. Nou, is een mandala tekenen met grote vormen een goede oefening om ook als je wat verder van jezelf afgaat, toch nog
Ja, ik wilde zeggen de controle te houden, maar dat klinkt nou niet heel positief, hoewel ik het wel zo bedoel. Dat je ook als je wat verder van jezelf afgaat, nog steeds invloed hebt op wat je doet. Laat ik het dan zo zeggen. Te cryptisch? Ik weet het niet. Maar dat is voor mij een uitleg waarom grotere vormen, dus als je ver van jezelf afgaat, moeilijker zijn. Doe ermee wat je wil. Eens even zien. Lia, die ging twee kanten op. Die wilde ik ook nog even laten zien. Kijk, die heeft die druppelvorm de ene kant op getekend en daar doorheen de andere kant op. Ja, toen dacht ik, hè, dat ik daar nou niet aan gedacht had, want ik had natuurlijk moeite met linksom, maar niet met rechtsom. Misschien ook niet als ik het op deze manier doe. En los daarvan vind ik het ontzettend leuk dat er dan zo'n vorm ontstaat en dat die op deze manier wordt ingevuld. Al die kleuren, mooie tekening. Goed gedaan, Lia. Had ik er nog één die ik wilde laten zien? Een putdeksel van Marianne, geïnspireerd op een putdeksel uit de Sint-Pietersbasiliek. Daar heeft ze een foto van genomen. Kijk, dat was deze. Dit is de foto. Dat is natuurlijk een heel mooi putdeksel, maar als het je ook nog eens lukt om hem op deze manier na te tekenen, terwijl ik weet, ze tekent ongeveer een jaar nu mandala's, dat vind ik knap. Dat brons zo voor elkaar krijgen, dit is ook een heel mooi putdeksel. Putdeksels, wie had dat gedacht? Hè? Ik in ieder geval niet. Ik zag wel potentie. Jullie hebben me blij verrast. Altijd leuk. Vandaag, we gaan linten tekenen. Voor degenen die wat later zijn ingeschakeld. Ik hou ook nog een ouderwets plakboek bij of een inspiratieboek. Dus ik doe heel veel op Pinterest. Hè. Als je op Pinterest zoekt op Kim Vermeer, dan vind je me wel. Maar ook gewoon knipsels uit tijdschriften. Nou, deze heb ik ooit een keer uit een tijdschrift gehaald. Ik weet niet meer welk tijdschrift. Er staat ook geen bron bij. Ik weet niet wie deze mandala heeft getekend. Ik ben het niet. Maar ik dacht, nou, dit is koningsgezind, oranje lintjes. Dus ik ga jullie leren hoe je een lint tekent. En dan wel op twee manieren. Deze manier en deze manier. Ze zijn niet zo heel ingewikkeld, maar het is wel een heel leuk trucje om te kennen om vervolgens in een mandala te verwerken. Dus ik ga geen mandala opzet geven deze keer. Nu is het echt helemaal open. Maar ja, het lijkt me leuk als je er een lint in verwerkt of op de een of andere manier. Nou, ik heb natuurlijk gekozen voor oranje. Haha, oranje boven, Koningsdag. Dus aan de slag. Ik ga de camera draaien en ik ga je laten zien hoe ik het doe. Zo. Ja, dat is ook weer gelukt. Altijd fijn. Helemaal in beeld brengen. Zo. Goed. Hoe teken je nou zo'n lint? Laat ik beginnen met gewoon een tekenpotlood. En dan begin ik met die bovenste. Die is het gemakkelijkst uit te leggen. Als je een lint tekent, dan moet je eigenlijk dit perspectief een beetje in de gaten houden. Een beetje tussen dat soort lijnen ga je zo'n lint tekenen. En dan doe je gewoon dit. Doe het een beetje dun, hè, want deze lijnen moet je even kijken of je ze later nog wil gebruiken of niet. En dan komt de truc. Als je hier kijkt, zie je, dit is mijn doorlopende lijn. En dan heb ik er dus een lijn naast gezet die hieronder zit en daar eindigt. Let op. Dus ik begin hier en dan loop ik door. En hier verdwijnt hij onder, want hier klapt het lint om. Daar verdwijnt hij onder, maar hij klapt om. Dus hier begin ik juist daarboven. En dan ga ik hier waar hij omklapt, weer richting die lijn die ik eerder heb getrokken. Hier komt hij onderuit. En hier ga ik weer richting mijn basislijn. Eens kijken of ik het wat dichterbij kan halen voor je. Dus hier begin ik weer. En ik ga weer naar het top toe van de basislijn. Dat is wat je doet. Zal ik het nog een keer doen? Ik ga het nog een keer doen. Dus je tekent een lint. Ik ga kijken of ik kan inzoomen voor je. Je tekent een lint. Je begint ergens onder en je gaat, als je richting de onderkant komt, waar dat lint dus omklapt, naar je basislijn toe.
Dan begin je weer boven die basislijn en je gaat hierboven naar de basislijn toe. Het is steeds bovenkant, onderkant, bovenkant, onderkant. Bovenkant, onderkant. Dat is wat je doet. Nou, met inkleuren ga je vervolgens... Je moet je realiseren dat... Even kijken, als het lint zo loopt. Hier is het donker. Hier is de schaduw. Daar is dat lint omgeklapt. Dat is hier ook. Hier is het lint omgeklapt. Hier is het donker. Je moet maar eens een lintje nemen. Ik heb hier wel iets, maar dat is doorzichtig. Dat is niet handig. En dat voor je zien. Dus hier zit de meeste kleur. Hier zit de donkere kleur. Ik doe dit nu even niet heel netjes, maar hier ook. Dit komt van de onderkant, dus hier is het donker. Hier zit de schaduw. Hier ook. Nou, dan neem je bijvoorbeeld een oranje. En dan maak je het verderop wat lichter. En dan neem je bijvoorbeeld een nog lichtere oranje. Nou, dit is misschien iets te geel. Maar zo kun je dus die schaduw, dat daar waar het donkerder is, zijn werk laten doen. Oh, daar heb ik er nog een. Ik zit er ook onder, is ook schaduw. Nou, en als je dat met wat meer aandacht doet, dan krijg je natuurlijk een ontzettend mooi speels effect. Dat is optie 1. Ga ik je aan de andere kant optie 2 even laten zien. Hoe teken je nu dit lint? Dat is natuurlijk ook een heel erg leuk lint. Even kijken. Omdraaien. Als hulplijn zet je gewoon een rechte lijn. Dit zijn allemaal hulplijnen die ik nu ga trekken. Dan ga je eerst, en je maakt het, hoe bol je het maakt moet je zelf weten, maar zeg maar zo'n lopende S om die lijn heen doen. En aan de andere kant in spiegelbeeld doe je dat ook en je kruist hem op die hulplijn. En dit is soms nog een beetje moeilijk hoor. Dit vergt voor sommige mensen best een beetje oefening en dat is ook helemaal niet erg. Maar als je het trucje straks eenmaal door hebt, dan is er niks meer aan de hand. En nu ga je om en om lijnen trekken. Dus als ik aan deze kant begin, dan verbind ik deze twee bollen met elkaar. Aan de andere kant begin ik er één lager en verbind ik de volgende twee bollen met elkaar. Zie je, dus ik sla die over, begin er één lager. Dat doe ik nu weer. Moet ik heel even zeker weten dat ik het goed doe. Ja. Steeds om en om. Of, als je het gemakkelijker vindt, zet je ze eerst allemaal aan één kant. Zet je ze hier, hier, hier en hier. En dan aan de andere kant begin je er gewoon één lager. En daar doe je het ook steeds. Dat kan ook, hè? Ik ga nu even met zwarte stift omlijnen, zodat jij goed kunt zien hoe die lijnen lopen. Want nu heb je dus eigenlijk al neergezet hoe dat lint loopt. Kijk, het lint loopt zo. En ik ga het zo dadelijk nog een keer laten zien met kleur, want ik moet hier ook iedere keer nog over nadenken. Dat is wel het grappige eraan. Soms zie je het, soms zie je het even niet. Maar dan kan ik deze er zo dadelijk naast houden om het je nog eens te laten zien. Zo, dit is hoe die loopt. Ga ik het nog een keer doen, maar dan met kleur. Dus je hebt die hulplijn, daaromheen ga je die bollen zetten. En dat aan de andere kant in spiegelbeeld doe je dat ook. En hoe netter je dat doet, hoe mooier je lint wordt, hè? Nu ga ik het met kleur doen. Ik ga het met twee verschillende kleuren doen. Misschien helpt dat ook. Dus ik neem gewoon een oranje en ik neem een blauw. Dus stel, ik begin aan deze kant. Nee, ik neem maar even alleen oranje, anders wordt het een jambol. En dan aan de andere kant
begin ik er één lager en doe ik hetzelfde. Je ziet hier dit. Dat is deze. Om die bol heen, die lijn gebruiken, zo. Dat is die. Dan zie je deze. Zie je hem? En dan moet je goed kijken, want hier zit hij ook. Je trekt eigenlijk nu om deze bol heen, om die tweede bol heen. En om de onderste heen. En dan krijg je deze vorm, kijk. Dat is die. Volgende is deze. En misschien, en dat realiseer ik me nu, is het gemakkelijker als je gewoon eerst de bollen kleurt in het midden. Want wat je dan overhoudt, zal ik het eens testen? Wat je dan overhoudt zijn natuurlijk die wat ingewikkeldere vormen. Dus stel, dit is het midden. Dan heb ik er hier nog een. Sla ik er een over, neem ik die. Sla ik er een over, neem ik die. En dan hou je die vormen ook over. Want je moet wel een klein beetje ruimtelijk inzicht hebben voor deze. Maar misschien dat dit het dan vergemakkelijkt. Doe maar even kijken wat het beste bij jou past. Nou, dan ga ik er nu nog een mooi inkleuren, zodat je het verschil kunt zien. Want dit is natuurlijk gewoon knoeiwerk. Maar dat is alleen maar om je te laten zien hoe het trucje werkt. En ik zeg altijd, mandala tekenen is trucs kennen. En die trucs kan ik je leren. Nou, daar gaan we. Dus ik zet ze er omheen. Dit wordt echt wel een jamboe. Dit zijn hele verschillende maten. Qua bollen, zeg maar. Zo. Dat is de eerste. En het leukste is als je nu kleuren neemt die wat dichter bij elkaar liggen. Ik heb hier kleuren genomen die ver uit elkaar liggen om het verschil duidelijk te maken. Maar als je kleuren neemt die wat dichter bij elkaar liggen, dan is het net alsof het lint, zeg maar, hoe moet ik dat zeggen? Hier zie je het beter, hè, met die zwarte lijn. Dan is het net alsof het lint gewoon echt omslaat. Misschien ook een klein beetje nog met de rood er doorheen. Volgende vorm. En je moet dus die hulplijnen niet te dik zetten. Hè? Want je kunt ze eerst uitgummen voordat je nu begint te kleuren. Want onder mijn kleurpotlood blijf je gewoon dat tekenpotlood zien. En dat is in dit geval niet zo erg. Maar misschien in je mandala net even minder mooi. Je ziet ook, en als je mij al vaker hebt zien kleuren, dan zie je ook dat ik niet in streepjes kleur, maar in cirkeltjes. Voilà. Dat zijn dus twee manieren om een lint te tekenen en te verwerken in je mandala. Dan kun je misschien nog eens kijken wat dat doet. Waar zijn ze hier? Als je van die gekleurde fijnlijners hebt. Ja, dat doet hier nu niet zo heel erg veel. Ik moet wel zeggen, en dat is vooral op beeld, maar die zwarte lijnen doen wat meer. Eens kijken of dat ook is als ik dat hier omheen doe. En dan moet je gewoon voor jezelf uitproberen, hè, en kijken wat je mooi vindt. Heb je er nou een vraag over? Stel hem heel even in de reactie. Ik ga ze zo lezen. Kan ik het zo nog even voor je beantwoorden. Hopla. Een lint. Nou. Kom ik weer. Eens even kijken. Wat hebben jullie allemaal voor gezelligs gezegd? Eens even zien. Het gaat over... Oh ja, Cindy woont natuurlijk in Frankrijk. Daar hebben ze geen Koningsdag. Dus dat vind ik dan heel erg gezellig dat je er bent.
Hoi Fer, leuk. Anja, gezellig ook dat je er bent. Tamara zegt, de buitenlijnen van, niet de bollen, lijken als het ware de middenlijn van de yin-yang. Ja, klopt. Caroline vindt het mooi. Nou, ik zie helemaal geen vragen. Jullie kunnen aan de slag. Je kunt lekker aan de slag met het tekenen van een lint in je mandala. Ik zal nog heel even laten zien welke mij inspireerde om jou die linten te leren. Oranje. Of je het nou oranje gaat doen en denkt, ja, Koningsdag, leuk. Ik ga vandaag helemaal in de spirit van Koningsdag. Of oranje gezind ga ik een mandala tekenen. Maar als je denkt, ik ga andere kleuren gebruiken, is het natuurlijk ook helemaal goed. Het staat er los van. Lintjesregen, zo heb ik het dan maar genoemd. En ja, Lucia zegt, leuk en spannend weer om deze te maken. Geloof ik. Ga er lekker mee knoeien. Je hoeft niet gelijk in een mandala te beginnen. Hè. Ga gewoon eerst een beetje oefenen. Je ziet ook, naarmate ik die derde vorm tekende, kwam ik wat meer in. Zag ik het wat beter. Maria, als je denkt dat het moeilijk is om die bollen rond te krijgen, hoeft ook niet. Je kunt ze ook langwerpig doen, krijg je een heel ander effect. Dus ik heb ze nu bol getekend, maar als je ze zeg maar wat langwerpiger doet, krijg je een heel ander soort lint. Is ook mooi. En als je het echt heel graag heel rond wil en je vindt het heel moeilijk, dan ga je gewoon met je passa cirkeltjes tekenen onder elkaar. Ga een beetje oefenen. Maak een ander lint dan wat ik heb gedaan. De techniek is hetzelfde. Emmeke heeft een tentoonstelling. Nou, hartstikke goed. Laat even weten in de reactie waar we je kunnen bekijken. En Hilda zegt een fijne Koningsdag. Ja, dat wens ik jou ook. Dat wens ik iedereen. Ik zeg geniet van vandaag. Tot nu toe is het droog en het zonnetje schijnt. Wel een beetje koud. Kleed je goed aan. En aan de slag. Maak er wat moois van. Dankjewel. Tot volgende week. Doeg!